planeet is de bron voor al onze grondstoffen. Al eeuwen onttrekken we metalen, kolen en olie aan de aarde. De sterke groei van wereldbevolking en consumptie heeft ons nu tot het punt gebracht waar de aarde niet meer aan onze vraag kan voldoen. Recyclen is dus noodzaak. Noodzaak om schaarste van materialen te voorkomen en om zuinig om te gaan met energie. Recyclen levert een enorme energiebesparing op ten opzichte van het winnen van metalen uit ertsen. Voor aluminium loopt deze besparing zelfs op tot 95%. Recyclen is daarom een essentieel onderdeel van het milieubeleid van bedrijven. Verantwoord omgaan met afgedankte producten is niet alleen een wettelijke eis, maar ook een plicht aan de samenleving. De pionier op het gebied van recycling van elektronica is Sims Recycling Solutions. Met vestigingen in Europa, Amerika, Australië, Azië en de Pacific is Sims marktleider in het recyclen van overtollige en afgedankte elektrische en elektronische producten. Door het zelf ontwikkelen van recyclingprocessen heeft Sims zich kunnen onderscheiden en is mede hierdoor toonaangevend in haar dienstverlening. Sims laat zich kenmerken door zelf aan de basis te staan van nieuwe oplossingen voor specifieke recyclingvraagstukken. Zo was Sims als eerste in staat om beeldbuisglas, afkomstig uit afgedankte tv's en monitoren, zodanig te bewerken en te zuiveren dat dit hergebruikt kan worden in de productie van nieuwe beeldbuizen. Ook toner cartridge recycling wordt door Sims op industriële schaal uitgevoerd. Het innovatieve karakter van Sims heeft een aantal unieke services opgeleverd. Dit uitgebreide dienstenpakket is marktgericht ontwikkeld, zodat zowel producenten, professionele eindgebruikers als inzamelsystemen er gebruik van kunnen maken. Productregistratie. Registratie van type en serienummers ten behoeve van vernietigingsverklaringen of marktinformatie. Zo weet de klant tot op detailniveau wat er van de markt is teruggenomen en wat er verwerkt is. Beveiligde opslag en verwerking. Kostbare en diefstalgevoelige producten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en verwerkt. DTF, check. Oké, duidelijk. Behandeling onder douanetoezicht levert zekerheid en aanzienlijke financiële voordelen op voor overtollige productvoorraden welke nog niet zijn ingevoerd in de EU. Hergebruik van producten en componenten. Sims levert maatwerkprogramma's voor transport, registratie, testen, recyclen of op voorraad houden van producten of componenten om deze op afroep van de klant terug te leveren voor hergebruik. Dit alles in combinatie met data-uitwisseling via internet. Voor een producent van randapparatuur fungeert Sims als het EMEA-terugnamecentrum voor garantieclaims. Er wordt een quickscan op deze producten uitgevoerd om te controleren of het product inderdaad defect is of dat het een onterechte garantieclaim betreft. Van telecommunicatieproducenten ontvangt Sims retourgenomen systemen. Deze systemen worden op componentniveau geregistreerd en via internet gerapporteerd aan de klant. De klant geeft vervolgens aan welke componenten op voorraad moeten worden gelegd. Deze componenten worden in een antistatische omgeving speciaal verpakt en op voorraad genomen om op afroep te worden teruggeleverd. Al het overige materiaal wordt vervolgens vernietigd en gerecycled en er wordt een zeer gedetailleerde massabalans opgesteld. De te recyclen producten worden efficiënt gedemonteerd, ontdaan van gevaarlijke stoffen en onderdelen en geschikt gemaakt voor de volgende productiestap, het mechanische proces.
In de mechanische processen van Sims worden de producten zo bewerkt dat er secundaire grondstoffen ontstaan die afgezet worden op de wereldmarkt. Op deze manier maakt Sims de cirkel rond. Sims is een professioneel en beursgenoteerd bedrijf dat voldoet aan alle wettelijk vereiste nationale en internationale voorschriften en normen, waarbij health en safety bijzondere aandacht krijgen. Sims Recycling Solutions, hoogwaardige maatwerkoplossingen.